Came from a Belgian owner, and then we have a mother coming from Lamento. Lamento, and Lamento is a rather international stallion. It was chosen in Holland and in Germany as well. It's coming from the famous Heihuvestad. And we welcomed quite a number of ponies from the Heihuvestad in the ring today. After these ponies, I think it's a group of four or five, we have two small ones. But we start now with number 21, Heihuvestad Gouverneur. Le premier en piste, c'est Heihuvestad Gouverneur. C'est une étalon par Kinou le Marronnier, connu en France. Et père de mère Lamento, c'est une étalon en Allemagne, S dressage, qui est malheureusement passé. In de ring, catalogus nummer 21, Heihuvestad Gouverneur. Heihuvestad Gouverneur heeft een stokmaat van 1,46 meter, pijpomvang 17,5 centimeter. Heihuvestad Gouverneur is een jonge Kinou de Marronnier. Kinou de Marronnier loopt 1,10 meter springen in Frankrijk. En deze hengst komt uit Heihuvestad Alicia, kroonmerrie en moeder van goedgekeurde hengst Heihuvestad Boston. En de grootmoeder Heihuvestad Rosalinda is kroonelite, heeft een verrichtingsproef A met 85 punten doorlopen. Uit de moeder Heihuvestad Rosalinde komt Heihuvestad Berlin. Deze goedgekeurde hengst loopt een zet springen. En excuus, dat is de grootmoeder. Grootmoeder Heihuvestad Rosalinda. Daar komt Heihuvestad Berlin uit. Een zet springen. En verder terug zien we kantjes Astera. Het aantal goed presterende nakomelingen. In het Z springen. Deze hengst komt uit de fokkerij van de familie Bos en is in eigendom bij de heer Braat in Wenen-Wiesel.
nummer 21. Nummer 21, dat de vader is Kinu de Maronier. En moeder is Heihove Alicia. Ze had met Hobby de Maronier had ze Boston gegeven. En die moeder is van Lamento 3. En Lamento 3, leider is er niet meer bij ons. En deze Rosalinde, moedersmoeder, die had nog wie ook die Berlin gegeven. Dat is een zeer, zeer wichtige studentenlinie met veel ergebnis. Und viel sehr gute Springponys. Und auch dieser Gouverneur ist in diesem Talent nicht vorbeigegangen.